Het zal je maar overkomen. Op een gewone schooldag geen taal of rekenen, maar ontsnappen uit een kamer. Zes leerlingen van groep 8 van Brede School Aquamarijn in Nijmegen hebben geluk. 1 oktober opende de nieuwe escape room voor kinderen zijn deuren in de Honig. En deze leerlingen mogen het uitproberen. Iedereen moest op een kaartje zijn naam schrijven. En dan duwde je vooruit in het bakje en dan ging ze gewoon een kaartje eruit pakken. En ik werd als tweede gekozen. Ik denk dat we bij de escape room codes gaan kraken en in kluisjes zoeken voor sleutels en codes en aanwijzingen. De escape room voor kinderen heet De Geheimen van professor Schnitzel. En de kinderen krijgen 45 minuten om de professor te helpen en te ontsnappen uit de kamer. Je zit al ontsnappen. Ja, er zitten allemaal slotjes op. Kijk, hier. Mia, hier. Mia, kijk, zie je. Nee, daar. Hier. Wacht, er staan dingen opgeschreven. Ergens aan deze muur. Westen. Hier, misschien. Gewoon goed rondkijken. Je moet misschien een puzzel maken. Maar we moeten ook dat ding daar zien te krijgen, omdat ze daar een metaalballetje. En dan moeten we door dat gat in krijgen. Maar het is te kort, dus het lukt niet. Melk! Melk! Hier, hier, hier gaat het. S-I. S-I. Hoog. Zit er niet op. Hier, hier. Nee, zit er niet op. Met nog maar 5 minuten op de teller hebben de kinderen het gehaald. De kinderen vonden de escape room best spannend. Ja, we hebben het gehaald en we hadden nog iets van 5 minuten of zo. Ja, dat is wel spannend. Ja, op het laatste moment, de laatste 10 minuten volgens mij, begon er ook sirene en zo. Ik vond het heel erg leuk omdat je allemaal sloten mocht kraken en je mocht allemaal luikjes overdoen en je moet je allemaal zoeken naar cijfertjes zodat je die sloten kan openmaken. Dus. Ja, ik vond het ook heel erg leuk, vooral de laatste paar minuten werd het heel erg spannend. We dachten dat we het niet gingen halen. En toch hadden we het wel. Dat was heel leuk. Ik ga wel tegen mijn vrienden zeggen dat we het hebben gehaald. En dat het wel leuk was. Ik vind het zeker een aanrader. Want het is heel erg leuk. En het is ook best spannend. Als je dat op het laatste moment denk ik je niet gaat halen. Maar dat je het toch gaat halen. Jammer natuurlijk dat deze leerlingen de escape room niet nog een tweede keer kunnen spelen. Maar niet getreurd. De eigenaar heeft plannen om in 2017 nog een escape room voor kinderen te openen.